Goedendag, dit is de aflevering van Grootgewoon. En Grootgewoon is een idee van Plegelmus Oldenzaal en hij heeft mij gevraagd om een aantal Oldenzaalers te bevragen, te interviewen. En dat zijn een aantal Oldenzaalers die bekend zijn, maar in de toekomst ook misschien wel minder bekende Oldenzaalers. Dat Plegelmus mij dat gevraagd heeft, vind ik een grote eer. Ik ben geboren in Hengelo, ik woon in Volte en ik mag Oldenzaalers interviewen. Speciaal voor zijn Facebook-vrienden maken we deze serie, zoals gezegd, onder de titel Grootgewoon. Hij is een bekende Oldenzaaler, hij loopt al lang rond in Oldenzaal en zijn naam is Jan Kormelink. Jij bent als naam, als merk in Oldenzaal Kormelink, jubilier Kormelink, is eigenlijk een begrip al... Ik zou zeggen een eeuw lang, want jouw vader, je grootvader... Vanaf 1920. Ja. Dus nog 6 jaar wachten, Jan, en dan bestaan jullie 100 jaar. En dan ben ik 91. Dan ben jij 91 en dan gaan we jou opnieuw weer interviewen natuurlijk. Ja, dat is heel prachtig mooi, ja. Maar Jan, vertel eens iets. Jij bent dus een van de bekende, maar ook niet oudste Oldenzaalers, maar je woont lang in Oldenzaal. Hoe zag Oldenzaal er in jouw jeugd uit? Waar ben je geboren? Nou, ik ben geboren boven de juwelierszaak. En dat was een smalle zaak van een meter of 5-6. En daarnaast zat Vergenteloos. Dus je nagaan dat Vergenteloos nou een groot pand is, dat zat gewoon normaal dus naast onze zaak. Was het verborgen eigenlijk ook. En daarboven had je dus de kaartjesknipperij en de vrachtbrieven en al die dingen. En ik hielp dat wel eens in de vrije tijd. En dat was wel heel gezellig. Ik ben dus in de Rabboschool. Dat is dus de school waar ik dus begonnen ben op de eerste klas. En dat moet je zien dat de Rabboschool een deel is van de huidige driehoek. Dat komt helemaal uit. De Gelmerschool, de Rabboschool. En dat was in een van de oudste gedeelten van Oldenzaal eigenlijk ook. Hè? Je had daar de Vestingstraat, de Lange Straat, de Koem. En dat waren dus straten met heel veel onbewoonbaar verklaarde woningen. En ook, laat ik zeggen, dus een bepaalde bouw. Die denken aan allemaal boerderijtjes met een varken of een schaap of een koe, ik noem maar wat. En dat was uiteindelijk ook dus een gedeelte van de melk en wat de mensen dus nodig hadden, de behoeften. En dat had je dus in die straat. Die straat die liep dus eigenlijk ook van de Deurningenstraat, daar woonde Benieuwers Ottenhof, dus helemaal dus tot aan de Radboschool. Bij de Radboschool, op die hoek, daar woonde dus Olde Kalter. Olde Kalter, dat is niet meester Olde Kalter, zoals we die vroeger kenden als advocaat, maar daar kon je voor een cent kon je dat drop krijgen. En voor 2 cent kon je dus 2 zuurtjes krijgen, noem maar eens iets eigenlijk ook. En dus al het geld wat in huis op de grond lag, dat nam je dan mee en dat ging je dus dan bij Olde Kalter verzilveren eigenlijk ook. Hè. Maar het was dus eigenlijk het oude centrum van Oldenzaal zoals het altijd bestaan heeft. Ja, ja. Maar in die tijd was de Vijfhoek verpauperd. Ja. Dat is mij wel eens gezegd. Dat is wel heel duidelijk eigenlijk ook. Hè. Je ging er dus bij Hotel de Gouden Leeuw ging je erin. En dan had je dus de Hofstraat. En nou ja, dat was het dan al een straat waar een beetje muziek in zat. Vanwege dus dat er ook een Zwarte Riek woonde eigenlijk ook. Die dus bij Tijn en Wel, laat ik zeggen, dus wel eens een brief aangekregen. En die bleven dan binnen. Dus ook, hè. En, ja, en dan ging je dus door. Dan had je dus Marx de Groenteboer. En die staan allemaal in dat oude gedeelte dus eigenlijk ook. Bernink de Schoenmaker, nou ja, ik kan natuurlijk best wel al die dingen dus wat gaan opnoemen eigenlijk ook, maar dat was inderdaad heel oud. Aan de overkant, dus aan de kant van Tony Mosselt, dus in de Bisschopszaal, had je ook een oud gedeelte. Hè? Dat was eigenlijk ook een van de wallen eigenlijk ook. Hè? En dan zat Ophuis zat daar dus tussenin, dus eigenlijk ook. Ophuis die zat op de grens van 2 straten. Nou, dus laks je dus dat... Maar jij bent geboren in welk jaar, Jan? In 29. En als ik het goed uitreken, ben jij dus nu 85 jaar. Ja, ja. Ja. En heb jij broers en zussen? Hoe zag je gezin eruit? Ik had 3 zussen. Mijn vader kwam uit Geesteren. En mijn moeder kwam uit Tubbergen van Derksen. En ze hebben dus inderdaad in Oldenzaal... zijn ze dus eigenlijk terechtgekomen, het volgende.
Mijn vader die werkte dus ergens in Nederland als horlogemaker, als klokkenmaker. Ook zijn vader was ook datzelfde vak. En die werd dus toen gevraagd door de pastoor Ouwehoff Knuif van Denenkamp of hij dus niet naar Denenkamp wilde komen, want de oude Hofland was overleden. En het gezin was een gezin waarschijnlijk toch met 5 kinderen. En die weduwvrouw die moest geholpen worden. Waarbij mijn vader dus een katholieke plicht vond, of morele plicht, dus om dus daarheen te gaan eigenlijk ook. En daar heeft hij dus een paar jaar heeft hij dus daar gewerkt. En meer dus gewerkt is hij zo aan het bedrijf. Vandaaruit zag hij dus de kans schoon om dus toch in Oldenzaal, waar hij dus kreeg kwam, om in Oldenzaal te beginnen. Er was 1 juwelier was er, dat was Johan Grunneveld. En die had in de Bisschopstraat, waar dus Van Olven was, had hij dus ook een winkel. Na die tijd is hij verhuisd naast Ter Stege. En mijn vader is begonnen dus eigenlijk ook hier vlakbij, op de hoek, waar hij dus de videotheek had. Daar was achter, was daar dus de bakkerij van Heining. En in die hoek daar is mijn vader, heeft dus daar wat gehuurd en is dus daar begonnen eigenlijk ook. En dat was in 1915, 1920 in die tijd eigenlijk ook, hè. En jij werd als jongetje al heel muzikaal grootgebracht, heb ik ja, gegeven. Ik moet erbij zeggen nog dat ik dus in de, want om het toch eventjes, ik ben dus ook in de tijd dus naar de lagere school. Toen ben ik dus naar het Carmelitium gegaan, tot en met de 4e klas HBS. En toen ben ik naar Schoonhoven gegaan. En dat was natuurlijk wel belangrijk, omdat mijn vader wilde graag, niet wilde ik, ik wilde zelf ook, dus dat ik dus in het vak werd grootgebracht. In de Schoonhoven had je dus een vakschool en een kunstnijverenigingsschool. Daar kreeg ik overdag kreeg ik dus daar klokken en horloges. En drie avonden in de week was het voor goud en zilver eigenlijk ook. Dus het was in zich dus toch wel een hele mooie opleiding dus ook. Hè? En je was toen 16, 17 jaar eigenlijk. Ja, 16 jaar. Ja, en dat ja. Was vanzelfsprekend. Je had 3 zussen, maar er was geen zus die ook zeg maar de zaak van jouw vader wilde overnemen. Dus het was voor jou heel vanzelfsprekend dat jij ook de opvolger van je vader ja, was. Ja, ja. Ik denk wel dat het zo geweest is eigenlijk ook. Hè? En na jouw opleiding kwam je dus terug in Oldenzaal. Ja. En werkte je gelijk bij je vader of heb je eerst een... Toen heb ik 2 jaar gewerkt bij de firma Roebers in Hengelo. Een bekende naam in Hengelo. Ja. En daarnaast heb ik dus in die tijd, en dan kom ik ook met orgel terecht, heb ik in die tijd orgelles gehad in de Lambertuskerk van Alfons Schaalman. Oh, dat is ook een bekende naam in Hengelo. Ja, ik had dus wel dus eigenlijk ook gewoon normaal de jaren lang dus als piano gespeeld. En hij heeft mij dus inderdaad ten dele ook grootgebracht met het Gregoriaans, wat in de kerk dus normaal gezongen wordt eigenlijk ook. Hè? En jouw vader speelde ook orgel? Mijn vader speelde orgel. Mijn grootvader speelde orgel en kerkorganist. Mijn vader was ook orgel en kerkorganist. Jan was ook orgel en kerkorganist. En een oom van mijn opa, die was in Rietmolen, was hij dus ook organist en klokkenmaker eigenlijk ook. Hè? Dus 4 generaties ja, organisten? Ik ben de 4e generatie. En ja, dat houdt een keer op. We hebben natuurlijk wel 4 kinderen. Maar dat zeg dus, het nadeel is dat ze dus inderdaad zondags niet als een gek naar de kerk rennen eigenlijk ook. Hè? Dus het zat er ook verder niet in dat dus, laat ik zeggen, iemand dus mij daarin zou opvolgen eigenlijk ook. Hè? Nee, nee. Maar dat, zeg maar Jan, om 4 kinderen te krijgen heb je 2 mensen nodig. Ja. En vertel eens iets, want jouw charmante vrouw Ans, die we ook allemaal kennen uit de zaak. Maar hoe ben jij nou een Bornse tegengekomen in Oldenzaal? Nou, dat was eigenlijk ook het carnaval op 1 maart 1954. Dat werd gevierd bij Hotel de Gouden Leeuw. Dat was dus de basis van het carnaval. En daar heb ik Ans leren kennen. Ik had zelf, ze zegt altijd nog, dat ik er ook heel lelijk uitzag. Ik had zo'n plak voor de kop, is iets zo van, het bier is weer best. maar het was wel zo dat ze een hele avond bij me gebleven is. En eind van de avond, toen wisten we niet dat we dus op dezelfde dag jarig zijn, maar op het eind van de avond neem je afscheid en dan komen die dingen komen. Want het komt dus niet in vraag, dus eigenlijk ook. Nee, dat nee. Begrijp je waarschijnlijk ja, wel. Ja, niet, ja. Aan het eind van de avond is een verjaardag niet meer zo interessant. Ja, ja. Nou, in ieder geval, ik moet zeggen dus dat, dat is verder is daar nooit meer iets tussen gekomen. Wij zijn altijd, ik zeg dus heel gezellig en goed bij elkaar gebleven. Inmiddels hebben we met 60 jaar verkering gehad. En dat is ook, ja, dat ik ben is er wel 5 jaar gegaan. Ja. Ik heb zelf dus met carnaval
Daar hebben we het in Imago door, laat ik zeggen, samen met Ans hebben wij dus inderdaad carnaval gevierd. En in die tijd, in 1954, midden september 1954, is dus een hele grote carnavalsvereniging opgericht. Door jou en een aantal anderen? Door 44 mannen uit Oldenzaal. En daar zijn er nog twee van in leven. Dat is Jan Raken en Jan Kormeling. Eigenlijk ook. Jan Raken, de groenteboer uit het Berghuis. De man van de prins van appels en peren, om het zo maar eens te noemen. Ja, en die je ook vaak nog wel op het carnaval ziet. Ja. En jij viert ook altijd nog wel? Ja, dat vind ik op een bescheiden wijze eigenlijk ook. Maar in ieder geval, ik doe het altijd leuk, dus toch wel. Zo Jan, want dit vind ik een heel interessant onderwerp, voor Oldenzaal uiteraard. Maar het is dus zo dat jij Ans ontmoette in 1954 in de Gouden Leeuw. Toen werd er dus wel carnaval gevierd, maar er was geen zelfs de Kadoolstermennekes zijn de eerste carnavalsvereniging in Oldenzaal. Ja. Dat werd dus toen afgesproken. Wij moeten meer gaan doen dan alleen een feestje organiseren. Ja, men heeft het ondervangen. Maar wij zijn hier in het oudste gebouw op de Basiliekna, waarschijnlijk het oudste gebouw van Oldenzaal. Het gemeentehuis waar makelaardij Slichter gevestigd is. En de heer Slichter vond het meteen goed bij, op verzoek van Plagelmus, dat we hier de opnames doen. Maar in het voorgesprekje wat we zojuist hebben gehad, vertelde Jan Kormelink iets heel interessants. Dat gemeentehuis is natuurlijk beduidend kleiner dan het huidige. En er waren in die tijd waarover jij sprak, misschien de jaren 40, 50, 60, waren er iets van 10 of 15 ambtenaren. Je zei net, daar zat de afdeling sociaal. Ja. Er waren natuurlijk wel ambtenaren in openbare dienst. Dus de milieu, vuilnis en al die dingen die eigenlijk ook, die er wel bij hoort. Maar gewoon normaal, datgene wat zich in het gemeentehuis afspeelt, dat was heel klein, is eigenlijk ook. En alle belangrijke besluiten uit die jaren, die zijn dus genomen in deze BMW-kamer. We zitten hier in de oude BMW-kamer. En we zitten hier natuurlijk ook in de raadzaal, hierachter, dat is eigenlijk ook. Ja, daar is de raadzaal. En daar werd ook getrouwd, denk ik. Ja, en ik heb ook wel gezegd, laat ik zeggen, de burgerstand, die bestond dus uit Theo van Hartman, Paul Smudder en nog iemand die dus kon typen, eigenlijk, noem maar wat. Ja, die mooi kon schrijven. Sociale zaken van Anton Trellen en dat is eigenlijk een, zo is het opgebouwd, dus dat hier, meneer Van Hoek zat hier achter de Nerko, had de grootste kamer. En meneer Van Hoek had de grootste kamer, maar er werd in die tijd nog niet over miljoenen gesproken, denk ik. Nee, dat niet eigenlijk ook. Nee. Jammer. Ja, dat was nog een andere dat tijd. Dat meer gekregen eigenlijk ook. Ja. Zeg Jan, dat is Jan nog eventjes iets. Jij hebt verteld, je bent dus heel lang organist geweest. Jij niet alleen, maar ook jouw voorvaderen, zou ik bijna zeggen. En je bent dus ook heel verbonden met de Plagelmus Basiliek. En die Plagelmus Basiliek, daar is de laatste jaren natuurlijk heel veel over te doen geweest. Maar Herman Finkes heeft een actie gevoerd. De Plagelmus Basiliek, die blijft natuurlijk net zo lang staan als Oldenzaal bestaat of zal bestaan. Maar in de tijd dat jij dus de congregatie als jongetje van 15, 16, 17 jaar leidde, zat die kerk vol. En jij hebt dus ook, zoals zoveel, ik zou bijna zeggen, de ontkerkelijking in Oldenzaal meegemaakt. Ja. En heb jij daar iets niet over te zeggen? Maar nee, ik ben gezien dus de beweging die er dus het laatste jaar is. Ik bedoel, dat hoor ik en dat luister ik en daar heb ik verder ook geen mening over eigenlijk ook. Je moet er iets van zeggen, is eigenlijk ook. Ja, wat ik zeggen wil is het volgende. Het heeft mij ontzettend gestoord, het feest van Plagelmus. Dat wil ik wel zeggen, is eigenlijk ook. Ik ben, dat hoort zich niet, ik ben een klein beetje nijdig de kerk uitgegaan. Omdat dus het koor was zwart, het was dicht. Er zaten hier de zangers dus ongeorganiseerd. Zijn die vrijblijvend dus in de kerk gegaan eigenlijk ook. En dat is prima. Maar de boekjes die ze ronddeden, dat was met Maria Koningin en liedjes te wijzen zo. Die al die dames en heren die nog in de kerk zaten en ook wat oudere mensen, die dat precies niet konden zingen. Ze konden zingen. En dat is, want het jaar daarvoor was het nog de Keurnoesmessen van Mozart. Met wat motetten en al die dingen meer feestelijk. Oh, ik vind het zo jammer. En dan dragen ze programma's rond en denken we, wat prachtig mooi dit eigenlijk ook. Ja, dat is een fantastische traditie natuurlijk ook. Ik heb dat niet, ja.
Ja, dat is traditie. Die ken je. Oude zaal is en blijft, maar was ook een stap van gezelligheid, hè? Dat was zeker de kerk, ja. Ik kan het niet vergelijken natuurlijk, omdat ik niet veel vergelijkingsmateriaal heb, maar ik denk dat Oude zaal wat dat betreft een uitschieter is en jij bent daar eentje van saamhorigheid. Ja, is je... iemand, een familielid die vroeg, en wij wilden dus graag naar een seminar daar en daar weg, en wij wilden dus naar Twente toe, onze kinderen gaan dan ook naar de middelbare school. En ik heb dus drie plaatsen, dat is Holten, Delden of Oldenzaal. Ja. Ik zei nou, dat is wel makkelijk. Ik zei in Holten wonen alleen maar oude mensen. Ik zei in Delden wonen alleen maar rijke mensen. En alles woont in Oldenzaal. Dus zo heb je Oldenzaal als aangegeven. Ja, zo is het dan. Even over Toorn en Karel. Zei ja. Ook, Toorn en Karel, die zijn eigenlijk een klein beetje inherent aan Hein en Jan. Dat beeld is er gekomen. Men heeft mij eerst kwalijk genomen dat Antoinette niet meer zou doen. Antoinette Ruiter, ja. Ja. En toen is het beeld, jij zegt er kan in het begin niet veel. Ja, dus ik zal het even afmaken eigenlijk ook. Antoinette Ruiter, dus die wilde ook een kans geven. Net zo goed als Lettery uit Vorden en nog een andere meneer in Enschede. En daarvoor hebben we dus bij de notaris drie beelden neergelegd. 1, 2, 3. En een aantal mensen uit Oldenzaal van de kunstkring en van Oldenzaal, de Hupplepuppen, die dus ook met het gemeentehuis verbonden waren, die wel kunstzinnige mensen, die hebben dus toen bij de notaris hebben die dus een keuze gemaakt, 1, 2 of 3. En het is zeg maar nummer A, B of C. A is het geworden eigenlijk. Ja, ja. En dat was in de letter hier Vorden. En toen hebben we dus al die anderen, dus inderdaad Antoinette en die meneer Enschede, die hebben we dus betaald eigenlijk ook voor het werk wat ze ervoor gedaan hebben. Ja. En het is jammer, dus hebben Antoinette dus 100% de kans gegeven. Ja, dat is heel mooi. En, dat kun je dus in... en het beeld werd geplaatst. Oh, prachtig, ja. Het beeld werd geplaatst. Prachtig mooi, heel groot. Ik weet nog dus dat Dora, die wilde dus inderdaad naar het klooster, dus eigenlijk ook waar de dus appartementen zijn. Daar wilde Dora naartoe. En dus voor het klooster zou dus het beeld van Toorn en Karel komen. Nou, zei Dora, dan werd opgebeld door iemand die zegt van, is die man ook in Hoes? Maar ik heb een kind, is die het boek met zijn vader te praten? Dora Borges, ja. In ieder geval, het heeft een prachtige plaats gekregen. Het is een feestelijke opening geweest. Maar daarna ben jij ook een tijd lang, zoals jij dat noemt, nijdig geweest, omdat het beeld ergens op een verborgen plekje kwam te staan. Ja. Maar dat heb je samen... Ik was verbolgen, omdat men wilde het beeld wel plaatsen, maar dan bij de fietsenstalling is iets zo van het gemeentehuis. En daar wilden, want daar kunnen ze ook naar de toren kijken. En daar wilden we hem niet hebben. Nee. En toen ben ik naar de gemeenteraad gestapt, en het CDA en het VVD, of werknemers, Jan Lemzen, natuurlijk. Ja. En die hebben gezegd van... Raadsbesluit, daar komt het en nergens anders. En hoe eindigen we iedere aflevering door te zeggen aan onze gast, groot gewoon Jan. Hetzelfde voor die. Dank u wel. Ja.